Hallo daar, leuk dat je luistert. Mijn naam is Jennifer Mariana. Ik ben een energiewerker en begeleid andere energiewerkers op hun spirituele pad. Dit doe ik op verschillende manieren, waaronder deze podcast voor jou. Alles en iedereen is namelijk energie. En wanneer je wenst het leven en jezelf beter te begrijpen, ben je een energiewerker in mijn boekje. In deze podcast deel ik mijn inzichten, mijn waarheid en mijn ervaringen met jou in de hoop dat mijn pad naar heling. Jouw pad naar Helling ondersteunt. Ik wens jou heel veel luisterplezier. Hallo allemaal. Nou ja, hallo allemaal. Hallo jij. Dankjewel voor het luisteren. Het is vandaag de dag van de Equinox, 23 september. De Equinox betekent gelijke dag, gelijke nacht. Eigenlijk letterlijk vertaald in het Latijn gelijke nacht. En het is niet helemaal 12 uur licht, 12 uur donker, maar over het algemeen wel. Dat komt omdat de astronomen, astrologen. Ik weet niet hoe je die precies noemt, eigenlijk, sorry. Uh, maar die meten uh, vanaf dat de zon, als goed zijn, op de evenaar uh, staat. Dus uh, ja, voor ons kan dat. Uh, wij zitten niet midden op de evenaar. Dus uh, dan, dan kan het iets afwijken. Maar over het algemeen is dit dus de dag van de gelijke nacht gelijke dag. En dan komt de zon precies in het oosten op en gaat ook precies onder in het westen. En dan denk je misschien, ja, gaat dat niet altijd? Nee, niet precies. Um, ik weet dat nu, sinds kort eigenlijk. Um, maar dat wist ik ook niet altijd. Ik ben er eigenlijk achter gekomen toen ik um, veel meer dus naar het oosten en naar het westen um, ging. Mijn yoga ging doen en ging mediteren. Dus in het oosten, wanneer ik wakker word, dan doe ik richting het oosten mijn yoga en mijn meditatie. En wanneer ik ga slapen, doe ik mijn meditatie en mijn yoga naar het westen toe. Dus op die manier, dacht ik, um, heb ik dus altijd eerst rekening gehouden met waar de zon bij ons opkomt. En toen had ik een keertje een kompas op mijn telefoon, en toen week dat toch een beetje af van het oosten, wat ik dacht dat het oosten was. Um, dus toen was ik erachter gekomen, dus dat de zon niet. Helemaal exact altijd ondergaat in het oosten, uh, in het westen of opkomt in het oosten. En op deze dag is dat dus wel zo. En het is ook de start van de herfst. Um, dat kan op de kalender misschien wat anders staan. Maar um, natuur, qua natuurenergie, qua kosmische energie luiden wij vandaag de start van de herfst in. En dat is dus die equinox. Ik heb gisteren samen met Maaike, Maaike's Gift, heb ik een prachtige healing mogen geven. Er waren uiteindelijk, want ik heb de replay mail-link uh, gestuurd naar iedereen die, uh, die zich heeft aangemeld. En dat waren gewoon 90 e-mails. Dat is toch geweldig? Uh, we waren geloof ik ook wel echt met, uh, met een hele grote bups. Uh, misschien wel zeker tegen de 80 of 70 mensen aan. Ik heb eigenlijk geen idee hoeveel mensen er online waren. Want heel veel keken ook uh, terug geloof ik. Maar het was echt heel erg bijzonder. En uh, om het samen met Maaike die healing in te zetten. Dat was echt heel erg krachtig. Ik uh, vertelde ook tijdens die healing gister. Mijn herkenningspunt van een hele hoge energiefrequentie. Is wanneer ik het een beetje bij mijn neusvleugels ga voelen. En dan... Um, ja, voel ik in mijn, uh, in mijn luchtwegen, om het maar zo te noemen, voel ik dus een hele hoge vibratie. Dat, dat voel ik helemaal. En grappig, meerdere mensen die dus aanwezig waren, die hadden dus dat precies datzelfde. Dus dat is wel grappig dat je ja, elkaar dan zo tegenkomt. Um, ja, dat je dus dezelfde ervaringen deelt. Dus dat is wel uh, echt heel leuk. Dat is heel bijzonder. En... Um, er kwamen ook aan het eind vooral echt hele, hele mooie dingen uit. En hele mooie vraagstukken. Want uh, uiteindelijk, wanneer we uit de healing zijn gekomen, uh, ja, is het ook een beetje ervaringen delen. En dat is eigenlijk juist het leukste stuk. En, en sommige vragen kwamen er ook naar voren. En daar wil ik het eigenlijk vandaag met jullie over hebben. Uh, als je iets op de achtergrond hoort, dat is mijn vaatwasser. Neem ik ondertussen even een slokje van mijn thee. Ik uh, zit hier lekker aan mijn eettafel uh, te genieten van gisteravond nog. En te genieten van de Equinox. Want ik heb vanochtend even een momentje genomen voor meditatie. Om uh, in te tunen op de Equinox energie. Gewoon voor de dankbaarheid. Want daar gaat heel deze Equinox energie over. Dat vertelde ik gisteren. Dat is echt waar we, uh, ja, wat we meer mogen gaan ervaren nu. Equinox is echt de energie van de... Oogst van dankbaarheid. En stilstaan bij waar jij nu staat en dankbaar zijn voor um, alles wat je zelf hebt gedaan, gemanifesteerd, wat je allemaal hebt bereikt. Want we staan daar zelf. Zelf zijn we niet zo vriendelijk voor onszelf. Zelf staan we niet zo vaak stil bij onze successen. Want dan denken we, het kan altijd beter. Dat is heel mooi. We streven naar, naar heel, hele mooie dingen. Maar. Het neemt, ontneemt ons ook heel erg van bepaalde energie die wij dus juist wel mogen ervaren. En uh, de energie die juist onze manifestaties zo laten stralen, meer manifestatie, meer overvloed op ons pad laten krijgen. Dus uh, neem deze tijd ook heel erg goed voor jezelf. Ik weet dat ik het ga doen. Om dus echt dankbaar te zijn en trots te zijn op mezelf waar ik vandaan ben gekomen, wat ik van het begin van het jaar allemaal, uh, in, alles in gedachten heb gehad, mijn intenties. Uh, misschien kijk ik ook wel even in mijn dagboekjes wat terug en lees ik een paar bladzijden. Dus laat jezelf daarin trouwens ook gewoon leiden, dat doe ik. Ik sla uh, niet alles van het begin gelijk open en ga alles lezen. Ik sla gewoon de bladzijden open die ik open sla en, en lees daar wat woorden uit. En dan uh, in het vertrouwen dat ik word geleid naar wat ik mag lezen, dat dat mij gaat helpen in mijn reflectie of me gaat helpen om in mijn dankbaarheid te komen. Om me gaat helpen om mijn intenties voor nu weer helder te krijgen. Voor de, uh, ja, het laatste kwartaal dat we nu ingaan. Uh, even een slokje. Anders wordt het koud, dus sorry. Ja, misschien is het niet zo heel erg handig hoor. Als ik een episode opneem wanneer ik net mijn theetje aan het doen ben. Maar het is aan de ene kant ook alweer uh, fijn om gewoon uh, ja, deze tijd te nemen. Ook om een episode weer op te nemen. en nou, Ook omdat ik er constant aan het denken uh, ben aan de healing van gisteren en aan de energie. Dus ja, dan is het ook wel zo handig wanneer ik dat uh, gelijk maar op opnemen druk en het uh, ga opnemen. Voor jullie, voor jou. Um, maar oké, okay, dus er kwamen uh, wat vragen uit, en ik vond het heel mooi toen op een gegeven moment werd gezegd. Uh, van, is het, ik weet, ja, ik kan het niet uh, citeren, dus als je luistert en uh, deze is van jou, sorry als ik het natuurlijk niet helemaal precies zo zeg, jouw reactie. Maar, uh, is het erg als ik te, te open sta? En daar wilde ik graag op inhaken, want eigenlijk, uh, omdat ik ook zo op die, dat moment heel erg in connectie stond, er bestaat niet zoiets als uh, te open staan. En dan denk je, huh? nou, ik uh, sta toch wel soms een beetje te open, want dan neem ik alles van iedereen over. Enzovoort, enzovoort. Um, ik kreeg gisterochtend door, en dat deelde ik al op Insta Stories, dat wij zijn echt gevoelige wezens. En dat is de bedoeling. <laughs> Het is de bedoeling dat wij voelen. Het is de bedoeling dat wij openstaan om te ervaren. Het is de bedoeling dat wij uh, daardoor juist specifiek worden in onze energie, in onze energie leren te beheersen, te kanaliseren, in te zetten. Dus um, even een, een uh, ja, quick reboot van, de, van het geprogrammeerde. Leer jezelf aan dat er niet zoiets bestaat als te openstaan, want uh, je sluit jezelf alleen maar af en dan ga je weer in het, uh, in het stuk zitten van de dualiteit, van dat iets goed of slecht is, en, en dat is het niet. Dus... Het is, we staan constant open, alleen dan is de vraag, waar sta je open voor? Want er zijn verschillende energiestromingen, dat heb ik nu al meerdere malen aangegeven, we leven in een wereld van constant uh, energiestromingen, van de collectieve energie, van je eigen hogere zelf, van mensen om je heen, van uh, het huis waar je in leeft, um, de natuur, uh, de, de planeetenergieën, dus die kosmische energieën. Uh, je eigen sterrenbeeld, uh, je eigen geboortegetal, dat zijn allemaal energiestromingen. Het zijn er zoveel dat uh, ik kan het niet allemaal opnoemen, maar ik denk dat je nu wel begrijpt wat ik doe. Even weer een slokje. Oh, het is wel geen toch lekker. Hè? Huh, um, het gaat er dus, dus je staat constant open en, en je staat constant in contact met verschillende energiestromingen. Dan is de vraag: in, met welke energiestroming sta je in contact? En daar mag je veel meer mee gaan spelen. En ik adviseer je ook om dat spelenderwijs te doen. Want dat is de beste manier om erachter te komen hoe je jezelf kunt afstemmen op bepaalde energiestromingen. En dit voorbeeld heb ik al eens een keertje vaker gebruikt. Maar ik wil hem toch wel even aanhalen. Uh, voor ja, wanneer je uh, mij voor het eerst luistert. Dat kan natuurlijk ook. Uh, dankbaar dat je trouwens luistert. Hallo daar. <laughs> maar ik had een, uh, dat was, uh, ik weet niet meer wanneer het was. In ieder geval, ik kreeg een keertje door uh, vanuit, ja, mijn hogere zelf noem ik het maar even, uh, dat ik vijf keer per dag moest mediteren. Of, ja, vijf keer was het, geloof ik, of zes keer. Nu durf ik het niet helemaal uh, natuurlijk meer zo te zeggen. Maar uh, in de Islam, in het geloof, bidden zij ook vijf of zes keer per dag? Mijn man uh, is moslim. En ik vroeg aan hem. Ik zeg schat, ik, zeg, ik kreeg door dat ik vijf keer per dag moest mediteren om, uh, om meer in contact te komen met mezelf, om meer tot die kernenergie te komen. Uh, meer kreeg ik er ook niet uit. En daar zat dus natuurlijk nog iets achter. Dan kom ik zo op. En hij zegt, nee, ja, klopt, uh, moet inderdaad. Uh, het was dus dat getal wat ik door kreeg. Dat moesten zij in ieder geval bidden. Dat, was, uh, dat zijn de standaard gebedstijden. En uiteraard heb je nog extra gebedstijden. Uh, maar de standaardgebedstijden waren dus vijf keer of zes keer. Sorry. Dus ik dacht: weet je wat, dat ga ik doen. En ik neem de tijden aan van, um, uh, vanuit dus de islam. Wanneer zij moeten bidden, ga ik mediteren. Dus ik heb op internet gekeken, ik heb die tijden overgenomen. Want in de islam kijken ze ook heel erg naar zeker dus de maanstand en de zonstand. Ze zijn daar heel erg mee bezig. Dat is dus vanuit oudsher. Um, zijn de Arabische landen daar al heel erg ver in ontwikkeld qua stuk de tijd en uh, uh, leven met de sterren, met de maan en dat soort dingen. Dus zij hebben dat overgenomen en aan de hand daarvan uh, doen ze dus bidden. Dus ik heb die tijden heb ik in mijn telefoon gezet. En iedere keer wanneer dus mijn alarm afging, ging ik even ergens zitten en ging ik mediteren. En ik geloof het nooit, maar. Ik kreeg de gebeden door, die werden gesproken, die werden ja, gechant of iets, tijdens mijn meditatie. Ik heb sowieso, mijn man heeft me geleerd om te bidden. Ik was toen heel erg geïnteresseerd in, uh, in het bidden, hoe dat ging, ook met de wassing, et cetera, et cetera. Dus ik kon uh, bepaalde gebeden, kon ik gewoon ook zo uit mijn hoofd. Die heb ik toen samen met hem uh, geleerd. In ieder geval, hij wist het al, maar ik heb ze geleerd samen met hem, door hem. Maar dat ben ik nu al wel uh, vergeten, want dat doe ik niet meer, niet meer, al een tijdje niet meer. En uh, dat was gewoon even om het te proberen. Het gaf me wel echt, toen ik zo'n, ik heb zo'n gebed ook helemaal gedaan. Nou, bizarre energie, echt heel erg krachtig. Wanneer je je zo intentioneel verbindt, door middel ook van bepaalde woorden uh, en bepaalde manier en zo... Dan kom je echt in zo'n sterk verbinding, it's unbelievable. En ik heb daar, uh, met bidden heb ik geen negatieve overtuigingen. Wanneer je dat wel hebt, ja, dan, dan is het natuurlijk niks voor jou. Maar ik heb dat helemaal niet. Dus ik had echt een hele bijzondere ervaring. Maar uh, ik weet nog wel ongeveer bepaalde woorden, maar ik zou het gebed nu niet meer zo op kunnen zeggen. Maar op dat moment kreeg ik gewoon het gebed weer helemaal in me door. En waardoor komt dat? En wat besefte ik toen op dat moment? Ik maak verbinding met die energiestroom, met die mensen die op dat moment, met al die mensen die op dat moment gaan bidden. Maak ik in die energiestroom contact mee. En dat is ook heel mooi van de Islam dat zij er niet voor hebben voor gekozen. Kijk, ze hebben daar dus wel natuurlijk um, dat je samenkomt uh, fysiek en dat je samen gaat bidden. Maar in principe is het ook heel erg veel dat ze daar gewoon, waar je ook bent, of je thuis bent of onderweg, dat je overal je momentje kunt nemen om contact te maken met dus de hogere energie, met God. En dat vind ik zo bijzonder, want dat maakt het zo krachtig. Want heel veel mensen over heel de wereld, um, die starten op die tijd, um, op ja, precies hetzelfde moment waarschijnlijk, of heel veel op hetzelfde moment, om dus te bidden en dat, dat maakt het zo krachtig. Dat is uh, wat zij dus ook al heel erg door hadden: dat je mag gaan werken en dat we mogen werken, of moeten werken, met de collectieve energie, met het collectief. Hoe meer mensen we bij elkaar krijgen uh, om bepaalde intenties uit te zetten, om contact te maken met ons hogere zelf, met God, dan uh, komt daar zo'n boost van energie vrij dat het ook niet anders kan dan dat dat, dat gerealiseerd wordt. En dat was ook zo bijzonder gisteravond. Hebben we hebben heel veel intenties uitgezet. En iedereen had natuurlijk wel zijn unieke intentie. Maar door de kracht van het samen doen van uh, iedereen die er op ingetuned uh, was. Dat zorgde ervoor dat, er, dat de intenties ook daadwerkelijk tot uiting zullen gaan komen. En dan is het nog maar de kwestie, sta je open voor je intentie <laughs> om het uh, te ontvangen? Uh, nou, en we staan sowieso constant open. Het is echt de bedoeling dat wij gewoon openstaan. Wij zijn niet bedoeld om, uh, om een steen te zijn, een helende steen. Uh, ik had gisteren de niet toevallig als voorbeeld. Um, Amazoniet, het straalt een uh, specifieke energie uit. En dat is het enige en het blijft altijd hetzelfde. En wij veranderen constant. Ons lichaam kan constant veranderen en verandert ook constant. Al die cellen vernieuwen zich uh, en verouderen weer. Gaan weer dood en dan vernieuwen ze zich weer. Enzovoort, enzovoort. Dat constante stroming is in ons lichaam op gang van verandering. En wij... Horen dus open te staan. We hebben niet voor niets ook emoties ontvangen om dus uh, die in te zetten om beter in te tunen op al die energiestromingen en ons, ja, ons hogere zelf. Sterker, dat contact sterker te maken, um, dus ja, het gaat er juist om dat je gevoelig bent. Dat is, dat is nog helemaal zo. En hoe. Um, hoe meer kinderen er nu ook want nee, ik wil niet zeggen hoe meer kinderen worden geboren, dat is een beetje raar. Ik bedoel, er worden steeds meer gevoeliger naarmate de generatie groeit. We worden steeds gevoeliger voor bepaalde energie vanaf het begin af aan. Dus kinderen die nu weer worden geboren zijn misschien al even gevoelig als dat jij op dit moment bent. Of uh, uh, heel veel mensen die al, uh, die juist vorige generaties zijn geboren die merken dat ze nu ook steeds gevoeliger worden, doordat ze dus meegaan op die collectieve energie. En hoe meer healingen je ook ondergaat, hoe meer je ook in meditatie contact maakt met de bronenergie, met godsenergie, hoe meer je ook uh, aan yoga doet, of andere energetische... Um, ja, sporten wil ik bijna zeggen. Ach, soms voelt yoga wel als een sport. Uh, maar energetische bewegingen, of tai chi, uh, dan ga je steeds meer dus... Uh, ja, gevoeliger worden voor die energie, omdat je daarvoor open staat. Dat is het enige. Um, we hadden het toen ook over. Um, ja, dat stuk helderziendheid, heldervoelendheid, helderhorendheid. Uh, ook kwam dus tussendoor helder ruiktijd, helder En ik dacht: weet je, dat wil ik ook even met jou delen, want het is echt super interessant. Want hoe gevoeliger we worden, hoe, hoe meer we gaan openstaan, dat hoe meer we. Um, Gaan veranderen in dat stuk. We zijn allemaal spirituele wezens. We zijn niet anders van elkaar. We hebben alleen uh, een unieke uiting. En dat komt omdat we allemaal weer onze unieke energie hebben vanuit die bron. Maar puur gezien zijn we allemaal hetzelfde. Dus we kunnen allemaal hetzelfde. Uh, we hebben bijvoorbeeld helderziendheid. Dat is wanneer dat uh, komt. Helderziendheid moet je denken dat je levendige dromen hebt of levendiger gaat dromen. Je bent heel erg visueel ingesteld. En um, als je het meer wil activeren, je helderziendheid, activeer door middel van um, gisteren gaf ik ook als voorbeeld moodboards maken of mindmappen. Je bent heel visueel, dus zet wat jij in je hoofd hebt ook meer op papier, zodat het um, ja meer echter wordt. Dus um, ja, je spreekt. Uh, en als je met iemand ook uh, uh, praat. Dan je bent zo visueel ingesteld. Je ziet alles wat iemand vertelt, zie je al voor je. Je ziet het al voor je gebeuren. Dus heel veel mensen hebben dat. Dat is helderziendheid. Uh, dat is niet. Uh, heel veel mensen denken, ja, dat is toch normaal of dat heb je gewoon, dat heb je niet. Nou, dat is het stuk helderziendheid wat je dan wat meer hebt. Waar je wat meer gevoeliger voor bent. Uh, wat je zelf meer hebt ontwikkeld. En je ontwikkelt het ook meer en dieper. Door. Uh, het spiritueler aan te pakken. Wanneer je met iemand spreekt, vraag dan aan jezelf. Wat voor beeld ontvang ik nu bij deze, bij deze persoon? En laat maar even in je geest oog, en dat hoef je echt niet je ogen voor te sluiten. Maar laat gewoon ontstaan. Wat voor beeld ontstaat er wanneer je met iemand praat. Of als je met iemand uh, aan iemand denkt, uh, misschien uh, uh, aan je moeder of aan je kind. Dan, uh, want dat zijn wel de, uh, je ouders en, en je kinderen. Wanneer je daar contact mee maakt, dat gaat heel snel en heel soepel. Dus die zou ik ook gewoon uh, adviseren om gewoon te gebruiken. Uh, wanneer je dus bepaalde dingen gewoon oefent. En wanneer je in contact wil komen met een bepaalde energiestroom. Uh, dat is van, nou, wat voor visueel beeld mag ik bij diegene krijgen? En dan ga je steeds meer bepaalde dingen ontwikkelen. Misschien is deze oefening helemaal niet voor jou hoor. Maar ik heb er heel erg veel baat bij gehad. Omdat ik natuurlijk mijn reiki behandelingen ook doe en dan is het heel erg fijn om verschillende uh, stukken in te zetten om uh, ja, zo'n een, een geheel mogelijk beeld te krijgen van iemand en dat natuurlijk ook zo duidelijk mogelijk over te brengen. En dan help, uh, helpen visuele beelden helpen dus ook enorm bij en wanneer bepaalde energieën, gidsen, engelen van die persoon heel erg ook uh, visueel zijn ingesteld... Dan krijg ik dat ook makkelijker door. Dan zal ik ook bepaalde grapjes uh, visueel doorkrijgen, of bepaalde vocales in een visueel voorbeeld. En dat overdraag, zodat iemand dat dan wel veel beter begrijpt. Hm. Um, heldervoelendheid. Uh, heel veel mensen zijn gevoelig. Ik ben ook zo'n gevoelig persoon. Altijd al geweest. En dat was bij mij dus altijd heel, heel erg actief. Maar ja, dat wist ik nooit. Uh, maar heel erg gevoelig voor elektriciteit. Ik kon elektriciteit en dan nog steeds kan ik dat heel erg voelen. Maar uh, vroeger wel wat meer dan nu. En ik denk omdat dat komt zeker, merk ik na mijn rijke inwijdingen. Die rijke inwijdingen hebben voor mij zo enorm veel gedaan. Zo'n zachtere energie. Het is unbelievable. Echt heel, heel zacht. Uh, maar... Heldervoelendheid is niet alleen elektriciteit voelen. Het is ook, um, dat hebben veel mensen. Ik wilde eerst bij, bij jezelf beginnen, maar dat is ook dat je opeens hoofdpijn kunt krijgen wanneer je met iemand aan het praten bent en je denkt: Oh, waarom ontvang ik nu eigenlijk hoofdpijn? En uiteindelijk kom je erachter dat iemand anders hoofdpijn heeft. Dus lichamelijke klachten van andere mensen overnemen. Of heel erg gevoelig zijn voor weersomstandigheden. Dus wanneer er een weersverandering is, dat je dat ook heel erg in je lichaam voelt. Dat je misschien sneller wat griepachtiger kunt voelen. Je bent niet ziek, maar je, dan voel je wat. En dan betekent dat: oh, hey, er is een verandering in de lucht. Uh, wanneer je daar meer mee contact gaat maken, dus ook gaat. Voelen in jezelf van oké, okay, wat voel ik nu? En wat gebeurt er eigenlijk om mij heen? En kijk dan ook naar buiten. Is het een regenachtige dag? Is het een zonnige dag? Wat is de temperatuur? Wat is de energie? We gaan nu de herfst in, is een energieshift, dat kan je ook heel erg goed voelen. Um, tijdens die lionsgate energie waren er ook weer heel veel mensen dat, dat ze zich weer griepachtig konden voelen, um, verkouden konden kon raken. Um, dus. Heldervoelendheid heeft daar heel erg mee te maken. En je kunt dus heel erg goed voelen waar blokkades of energiepropjes, hoe je ze ook wilt noemen, zitten bij jezelf en bij anderen. Je voelt bepaalde frequenties, dus je voelt elektriciteit, je voelt die weersveranderingen, seizoenen. En ik wil je als advies geven: schiet niet uit je lichaam. Met heldervoelendheid, uh, dat is ook een stuk van mijn valkuil. Dat is echt wat ik mag leren, veel meer mag doen. En ik ben al heel ver gekomen, maar ik voel van: oh, iedere keer ga je natuurlijk gewoon een laagje dieper. Dat is nu heel erg. Dat ik uit mijn lichaam schiet en uh, dat ik niet meer zo goed wil voelen. En dan ga ik, uh, maak ik vaak contact meer met het stuk helderhorendheid, bijvoorbeeld. Of uh, ja, iets anders, meer vanuit de helderwetendheid. Um, oh ja, die is, die is er ook nog natuurlijk. Helderwetendheid, daar komen we zo meteen op. Um, maar leer de taal van je lichaam kennen. Want je lichaam heeft bepaalde boodschappen. En wat zijn dat? Leer die kennen. Maak contact met je eigen lichaam. En wanneer je zelf eerst contact hebt gemaakt: van oké, okay, als je pijn op je borst hebt. Pak, doe even je handen, leg ze op je borst. Adem even een aantal keer diep in en uit. En voel. En vraag aan je lichaam: wat is de boodschap voor mij? Wat is de boodschap hieruit voor mij? Wat voor boodschap mag ik hieruit halen? Wat mag ik doen? Of wat mag ik juist niet doen? Uh, voel. Ik heb ook, en dat gaf ik ook als voorbeeld: ik heb hele erge lage rugklachten gehad. Een hele lange tijd geleden, nu gelukkig alweer. Maar uh, dat was echt <laughs> extreem op een gegeven moment op het punt. Dat ik naar een uh, revalidatiecentrum op moest. En daar echt moest, uh, opnieuw moest gaan leren. Hoe ik mijn spieren moest gaan inzetten. Um, en uh, om meer tot rust te komen, uiteindelijk ook hoor. Maar onderrugklachten gaat allemaal over het stuk financiële problemen: um, geen stabiliteit, geen basis, geen vastigheid. En dat je je daar heel veel zorgen over maakt. Dat is onder andere een uiting van de onderrug. En uh, wanneer je dus daar klachten hebt, ga daar naartoe, raak het aan. Um, Leg je handen ook echt op, want dat is je voelt. Dus voel ook met je handen. Wordt het daar warmer? Wat voel je? Wat merk je? En vraag meer aan jezelf. Leer de taal van je lichaam kennen. En dat is niet door uit je lichaam te schieten. Of door iets te vervelend te vinden. Of gelijk wanneer je hoofdpijn hebt een paracetamol te poppen. Nee, luister naar je lichaam. Wat vertelt het? Wat, heeft, wat is de boodschap voor jou? Wat ben je aan het doen wat niet in overeenstemming staat met je hogere zelf? Of welke energie heb je overgenomen? Ah, dan komen we ook op helderhorendheid. Want deze helderhondheid gaat heel veel gaat gepaard met elkaar. Je kan niet één ding alleen maar hebben. Je hebt het allemaal. Alleen soms is het één wat meer, um, ja... Ik wil niet zo zeggen krachtiger, maar je hebt hem wat meer geactiveerd door, ja, door gewoon wie je bent, door je unieke uiting. Maar helderhoorendheid kun je dus gaan inzetten om dus veel meer in contact te komen met jezelf. Want dan kun je jezelf ook afvragen, is deze energie, wat ik voel, wat ik ervaar, is dat van mezelf of is dat van een ander? En dat is een hele simpele ja of nee vraag. In het begin stel ook ja-nee vragen. Ik moet ook af en toe, wanneer ik veel te veel in mijn hoofd zit en wanneer ik gewoon niet echt duidelijk antwoorden krijg, dan moet ik echt aan mezelf ja-nee vragen weer gaan stellen. Want anders maak ik mezelf heel erg gecompliceerd, blijf ik veel te veel in mijn hoofd zitten, ga ik heel veel ja-maren en dat werkt niet. Dus het simpelste om sowieso ook je helderhorendheid te activeren, meer te stimuleren, meer te activeren, is om ja en nee vragen aan jezelf te stellen. Dus helderhorendheid is eigenlijk ook. Wat ik al vertelde, je maakt contact met bepaalde gedachtenstromingen. Dus dat voorbeeld, wat ik dus vertelde met die meditatie uh, tijden vijf keer per dag en dat ik dus die gebeden doorkreeg, dat is helderhorendheid. Je staat dus in contact met een bepaalde gedachtenstroom en die, trans, uh, die, die uh, vertaal je in gedachten, in helderhorendheid. Snap je? Um, dus je hogere zelf, um, kun je dus vragen voor bepaalde vraagstukken. Wanneer je dus daar steeds meer contact mee maakt. Je maakt uh, als je helderhorend bent, maak je sowieso snel contact met bepaalde gedachtenstromingen. En um, nou, dat is dus mijn uh, ding. Ik kan dus daar snel contact mee maken. En je kan dus ook uh, contact maken met uh, bepaalde gedachten van anderen. Of van je gids of van je engelen. En um, Gedachten van anderen is natuurlijk wel, uh, daar zit natuurlijk ook wel een wet van privacy, geloof ik, op hoor. <laughs> Lijkt me wel. Alleen wat ik vaak mensen uh, hoor zeggen, uh, wat ik vaker heb gehoord, ook om mij heen, is dat sommige mensen kunnen zich wat ongemakkelijk kunnen voelen bij andere mensen of in een groep, uh, wanneer zij bij wijze van spreken voor een zaal aan het spreken zijn. En dan wil ik even zeggen, dat kan natuurlijk gewoon ook echt zeker je eigen zenuwen zijn. Maar soms kan het ook zo zijn dat andere mensen gewoon bepaalde dingen over jou denken of kritiek hebben op jou. En dan krijg je dat in de gedachtenstroming, krijg je dat heel erg mee. En dan neem je dat over van jezelf. En dan denk je dat het van jou is, maar het is niet van jou. Daarom wil ik die sowieso echt herinneren nu bij je. Vraag echt meer aan jezelf. Is het van mij of is het van een ander? Hele simpele ja-nee vraag. Is het van mezelf? Ja, oké, okay. ga doorvragen op jezelf. Is het van uh, een ander? Ja, oké, okay, prima. Laat het los of ga doorvragen. Van wie is het dan? Nou, en als je daar al een spaak loopt, alsjeblieft, laat het los. Soms is het ook niet de bedoeling dat je antwoorden krijgt, want dan is het gewoon onnodig. Tijdverspilling. Het is gewoon de bedoeling dat je het loslaat. Het is niet van mij, oké, okay, het is van een ander, ik laat het nu los. Uh, reinig jezelf dan even in de Palo Santo rook, Sani rook, Florida water. Even, uh, in, in, als je dat allemaal niet hebt, hè, al die spullen, want dat kan ik je me heel goed voorstellen. Ga dan even naar buiten, maak contact met de aarde. Dat is ook trouwens heel goed als je ook al die spullen hebt hoor, om gewoon af en toe wel af te wisselen. Um, maar maak contact met de aarde. Voel die energiestroming door je voeten heen gaan. En zie misschien visueel gezien, dus dan uh, hè, dat helderziendheid activeren. Zie een bepaalde energiestroom dat jij dan kunt zien: van nou, dat is van iemand anders. Daar heb ik nu last van. Maar dat mag nu lekker de aarde in. Dat is, dat is niet van mij. Dat mag uit mijn energiestroming weggaan. En mijn eigen auraveld. Nou. Op die manier, of was je handen met koud water, zet ook weer dus die helderziendheid in. Zie het ook wegstromen. Um, ja, maak daar gewoon even contact mee. Water is ook echt een hele goede reiniger. Sowieso, veel water drinken op een dag. Helder, helder water. Uh, ik heb een periode gehad dat ik dacht, oh misschien drink ik te veel. Of misschien uh, ja, overdrijf ik een beetje. Nee, sorry, ik heb het geprobeerd om dan wel wat minder te drinken. Om er niet zo heel erg bij stil te staan. Bij stil te staan en ik kan het niet. Ik voel me serieus er niet goed bij. En omdat ik zo gevoelig ben voor die energieën, is het voor mij heel erg belangrijk dat ik mezelf daarin en mijn lichaam ondersteun door middel van water. Het is een ondersteunend. Voor mij is het liefde geven aan mezelf, aan mijn lichaam. En ik weet gewoon dat dat werkt. Dus voor mij is het heel erg belangrijk dat ik dat doe. En ik adviseer eigenlijk natuurlijk ook iedereen om dat te doen. Uh. Je hebt natuurlijk altijd gewoon je eigen vrij wil, maar dat is mijn advies. Mm. Um, maar op die manier kan je natuurlijk ook je helderhorendheid steeds meer gaan inzetten op je gidsen, op je engelen. En uh, gidsen zijn iets anders dan engelen. Dat heeft dus weer met de frequentie te maken en dat ga je dus heel erg weer kunnen voelen. Je gaat frequenties kunnen voelen. Voel bepaalde frequenties. Gidsen zijn al heel je leven bij je vaak, vanaf je geboorte. Sommige komen, sommige gaan, uh, gedurende je levenslijn. Maar er zijn ook één of twee, uh, ja, zelden is dat geloof ik meer door. Ik heb geen idee, want ik kan dat zelf ook niet, um, heb ik dat ook niet heel erg helder. Ik weet in ieder geval, bij mij is er eentje in ieder geval, die achteraf al vanaf mijn geboorte er is. En dat is Isabella. Misschien heb je er al over gehoord, over, heb je me al horen praten over haar, dat wilde ik zeggen. En um, om met haar contact te maken, heb ik gewoon eerst haar heel veel vragen ook gewoon gesteld. En daar steeds meer met de antwoorden van haar um, de frequentie proberen op te pikken. Steeds meer proberen te... Voelen. Dus die heldervoelendheid daarop in te zetten. En wanneer ik dan op een gegeven moment een engel aanroep. Uh, Oeh, probeer ook uh, sowieso een aardsengel. Je hebt uh, de standaard. Uh, Michael, Raphael. Je hebt Gabriel. Maar je hebt ook Uriel, Jeremiel. Metatron, uh, Sandalfon. Die twee, Metatron en Sandalfon, die hebben. Uh, dat zijn aardsengelen, maar die hebben een leven gehad. Super bijzonder. Want dat is iets wat je niet vaak. Hoort. Mensen die uh, een aards leven hebben gehad, dat zijn uh, ja, dat worden niet vaak aardsengelen. Uh, ik weet natuurlijk ook niet precies hoe dat zit, maar dat is wat ik heb uh, gelezen, gehoord. Uh, dus op die manier. En uh, nou, buitenom de aardsengelen heb je ook andere engelen. Je hebt, uh, er zit ook een stuk ministerie van engelen, zelfs. Ik heb een boek gelezen en dat vond ik echt super grappig, want dan zit er zo'n uh, ja, dan wordt het heel erg uh, visueel menselijk aard uitgelegd, waardoor je sommige dingen beter kunt begrijpen, want uh, iedereen heeft een bepaald domein, net zoals dat wij op het aardse vlak een bepaald domein hebben door onze unieke uiting van de godsenergie, hebben engelen, aardsengelen, gidsen ook allemaal hun eigen domein. En nou ja, gidsen niet zozeer. Ze zijn er wel meer voor jou in het algemeen. Maar engelen hebben wel echt een bepaald domein waar zij op werken. En dat is hun expertise. Dus je kunt bij wijze spreken ook engelen vragen... die uh, hun expertise hebben in healing. En als je een aartsengel dan hebt, dan kom je heel vaak uit bij Rafael. Uh, wanneer je meer op het stuk bescherming gaat zitten, leiderschap... dan kom je meer bij de aartsengel uh, Michael. Maar je hebt ook andere engelen... Die helemaal niet onderdoen aan aardengelen en die jou heel graag willen helpen. Dus op die manier, uh, maak daar contact mee. Vraag ze gewoon bij je en voel echt wat hun energiefrequentie is. En uh, hoor ook, luister ook naar wat voor gedachten jij doorkrijgt vanuit je helderhorendheid. Want het zijn echt waar. Het is niet zozeer hele andere woorden, want ze moeten wel gebruik maken van jouw eigen vocabulaire. Alleen, um, Misschien zul je soms wel andere woorden doorkrijgen. Wanneer ik mijn hele rondheid inzet op uh, mijn reiki behandelingen dan uh, maak ze natuurlijk wel gewoon gebruik van mijn vocabulaire, nogmaals. Maar soms krijg ik ook echt woorden door dat ik denk: hé, dat, die woorden gebruik ik echt nooit. Uh, en dan komt dat echt uit het energieveld van dus de ander. Dus dat is wel echt heel erg tof. En dan ga je steeds meer uh, ja, het kunnen. Uh, Oeh, hoe noem je dat? Um, het niet in hokjes kunnen plaatsen. Maar het steeds beter kunnen. Uh, analyseren. Van wat nou van een ander is, wat van jou is, uh, of als je dus een gedachtenstroming opeens door de dag heen. Hè? Je bent aan het werk. En je krijgt opeens gedachtenstroming, een ingeving. En als je er heel even bij stilstaat, als je dus bewust genoeg bent, dan ga je opeens denken. Oh, wacht. Uh, wat is, wat, wat krijg ik door? Wat mag ik doen? En dan, als je daarop afgaat, op die ingeving, dan staan er weer echt magische dingen, bijvoorbeeld. Um, dus dat, dat is een beetje zo het gaat. Ik hoop dat ik <laughs> helder ben. Maar, um, vraag gewoon meer aan jezelf. Want dat is echt, dat mocht ik gisteren ook. Um, heel duidelijk doorgeven. Vraag meer aan jezelf. Creëer meer communicatie met jezelf. Leer jezelf kennen. Leer je eigen kwaliteiten kennen in je valkuilen. Want dat is de manier waarop jij het universum leert kennen. Door veel meer vragen te gaan stellen. Maar aan jezelf. Want jij bent het kanaal waardoor alles heen moet gaan. En dat is waarom words don't teach. Je moet het zelf ervaren. Dus ik wil je uitnodigen om veel meer aan jezelf te gaan vragen en veel meer gewoon. Ja, nou, lekker maar in je eigen bubbel dan te zitten, veel maar jezelf te vragen, veel maar jezelf te doen, veel meer erop uit te gaan, want je creëert daarmee bepaalde e de energie van vertrouwen in jouw aura, in jouw energieveld. En dat is toch wel het belangrijkste, want het gaat allemaal om vertrouwen hebben in jezelf. Uh, dan komen we nog op een stukje helderwetendheid. Nou, dat heeft wel heel erg veel te maken met het stuk um, helderhorendheid. Alleen helderwetendheid is van, nou, je krijgt het niet zo echt door. Het is gewoon, je weet het gewoon. En uh, ik kan het het beste nu zo uh, uitleggen van, we hebben heel veel informatie in ons eigen aura zitten, in onze eigen blauwdruk. We hebben al meerdere levens gehad waar we al heel veel informatie hebben verzameld. En uit het stuk helderwetendheid is gewoon wat je al weet. Dat is automatisme. Net zoals dat je kan fietsen, kan, je tanden poetst. Um, weet ik veel wat je nu allemaal doet. Wat als baby zijn natuurlijk niet uh, normaal is en wat je allemaal moet leren. Um, is het ook net zoals met je blauwdruk. Het is allemaal bepaalde dingen die je doet, die je denkt, die je zegt. Uh, je normen en waarden. Uh, je weet het gewoon. Je weet bepaalde dingen gewoon. En heel veel krijg je natuurlijk ook wel mee uit dit leven. Maar. Als je. Soms heb ik bepaalde dingen dat ik denk. Ja, dat heb ik eigenlijk helemaal niet meegekregen van thuisuit. of vanuit uh, school of iets. Maar ja, dat doe ik gewoon. Um, daar zit een bepaald soort. Dat is helderwetendheid. Je doet het gewoon, je hebt het gewoon. Je, je ontvangt het gewoon, je weet het gewoon, je doet het gewoon. Zo. Helderwetendheid. En uh, dat is dat je gewoon heel erg goed de links kunt leggen. met dus je eigen blauwdruk. En zet die andere. Helder, helder ziendheid, helder voelendheid, helder hondheid en alles in om daar uh, veel meer informatie uit te halen. Als je je helderwetendheid um, wil activeren, is het gewoon uh, is het heel mooi om veel meer informatie op te doen over je eigen blauwdruk. Om jezelf beter te leren kennen. Maaike die had ook gisteren verteld dat zij uh, zo'n sterrenbeeldchart heeft gedaan en um, zo'n chart, zo'n zo kaart. Alles in kaart laten brengen en de betekenissen erbij schrijven en hoe jouw leven zo'n beetje ja, is eigenlijk. Want het, is, het staat allemaal een soort van inderdaad al geschreven. Jouw energie, het heeft een bepaalde energie en daardoor trek jij bepaalde ervaringen aan in dit leven die jij uh, mag gaan ontdekken, uh, die jij meester mag worden om dus uiteindelijk op die manier weer te groeien. Um, dus wanneer je helderwetendheid meer wil gaan. Inzetten, activeren. Leer meer over jezelf te weten te komen door je sterrenbeeld op te zoeken. Ga op zoek naar wat je geboortegetal is. Um, het leven waarvoor je geboren bent, van Dan Milman is het boek dat ik van mijn moeder heb uh, gekregen, uh, die mijn moeder heeft. Dat is zo'n geniaal boek. Dat is zo'n mooie beschrijving van je geboortegetal, omdat je niet alleen maar werkt met één getal, niet alleen je hoofdgetal, maar ook de twee getallen waaruit je hoofdgetal is ontstaan. En dat geeft weer veel meer nuance, meer diepgang in dus je eigen energie. En dat is dus weer het stuk Leer je eigen kwaliteit en valkuilen kennen. Dus uh, op die manier kun je ook veel meer dus je helderwetendheid activeren, omdat je dus contact maakt. Door dat te doen maak je automatisch contact. Met dus je eigen aura, met je blauwdruk, et cetera. Um, dus die is heel erg interessant ook. En um, dat heeft gewoon meer vertrouwen nodig. Veel meer vertrouwen. Dus wanneer je een hele sterke helderwetendheid hebt, nou, dan heb je ook heel erg veel vertrouwen. Zet dat in. Zet dat in op bepaalde stukken van je leven. Um, en als laatste hebben we er nog twee. Die zijn niet zo uh, bekend, maar die kwam dus gisteren ook aan naar voren. Helderruikendheid. En je hebt dus helder proefendheid ook nog. En iemand vroeg dat dus, helder ruikendheid. Maar helder ruikendheid is dat dus ook, want je wordt steeds gevoeliger, dus dat hele gevoel, er staat al helder ruikend, helder proeven. Het gaat gewoon om dat je de frequentie steeds meer gaat voelen, gaat horen, gaat zien, gaat ruiken, gaat proeven. Frequenties hebben ook hun eigen energie qua ruiken en qua proeven. Wanneer iemand um, ziek is, of wanneer iemand een hele negatieve energie bij zich heeft, dan soms kun je dat echt, ja dat is heel raar, maar soms kun je dat echt Ruiken. Uh, misschien, uh, dus dat is dan heel erg energetisch ruiken, ja? Ik kan het niet zo goed uitleggen. Wanneer je dat hebt, dan heb je dat. En wanneer je dat niet zo hebt, uh, en wanneer je dat op een gegeven moment gaat ontwikkelen, nou, onthoud dit. Je kunt echt energiefrequenties ruiken. Uh, maar wanneer iemand ook bij wijze van spreken, uh, oh nee, of wanneer je in de koelkast bent en je hebt uh, bepaalde etenswaren en dat het bedorven is, dan ruik je dat al steeds op een sneller stadium dat iets uh, ja, niet meer goed is. Um, je kunt ook ruiken dat op een gegeven moment bepaalde, uh, bepaald vlees gewoon zo, of bepaalde producten, zo bewerkt is of zoveel chemicaliën in zitten. Je gaat het ruiken en het gaat niet meer lekker smaken. Ik ben vegetarisch geworden vanwege deze reden. Dat is echt niet omdat ik niet, vlees niet lekker vind. Ik vind het heerlijk. Um, alleen sowieso wil ik een veel betere um, wereld creëren. Dat we gewoon ja, het, het leven veel meer eren en bewuster zijn. Want hoe het nu aan toe gaat in de industrie, in de vleesindustrie, dat is echt schandalig. En daar word ik echt heel erg verdrietig van. En dat is gewoon niet oké. Okay. En als wij maar vlees blijven halen bij de supermarkt, blijft dat gewoon ontstaan. Dan blijft dat. Dus wanneer je in ieder geval wel, oké, okay, je wilt niet vegetarisch worden, dat kan. Iedereen, hè, uh, soms eet ik ook nog steeds vlees en, en zeker ook nog af en toe vis. Maar, uh, want dat gaat gewoon geleidelijk. Iedereen heeft zijn eigen proces erin en niks is fout en niks is... Uh, Weet je daarin goed of slecht? Dat, is, dat wil ik zeker niet zeggen. Alleen kies dan echt voor bewuste voeding. Ga dus noods naar een boerderij toe. Of je hebt ook... Uh, mijn broer heeft dat ook gedaan. Ik weet niet of hij dat nu nog steeds doet. Uh, ik denk het niet eigenlijk. Maar het was koop een koe.nl of koop een kip.nl. En dan kun je, dus bepaalde, kun je dat dus kopen. En wanneer er dus zoveel is gekocht. En zeker bij koop een koe. Wanneer er zoveel is gekocht dat er één geslacht kan worden. Dan pas wordt een koe geslagd. Maar niet totdat alles is verkocht. Uh, van dus de koe, en dat is echt. Ik vind dat een hele, een hele mooie gedachte. En dan heb je dus ook het stuk van verspilling niet, en dan mag je ook gewoon hopen dat de, dat de dieren een goed leven hebben of hebben gehad. Um, en net zoals met melk, oh my god, ja, Seifel, ik vind het heerlijk, maar dat kalfjes gewoon weggehaald worden bij hun moeder al uh, heel vroeg, al eigenlijk bijna bij de geboorte, zodat wij melk hebben, zodat wij onze room hebben, it's disgusting, echt waar ik word daar ziek van. Het gaat toch nergens over. Um, maar weet je wel, vroeger was dat zo anders. Laten we even kijken, terug gaan in de middeleeuwen. Daar hadden de... Um, de boeren hadden gewoon daar kalfjes staan en die gingen nog steeds ook de uh, uieren melken, maar de kalfjes hadden ook nog steeds gewoon te drinken. Je deed daar oh, veel zuiniger mee misschien, ik weet niet. Maar in ieder geval, nu gaat, loopt een beetje de uit. Dus vandaar uh, dat er ook heel veel chemicaliën in vlees zitten. En op een gegeven moment, mijn man is echt een kipliefhebber, ik kan, hij kan niet zonder kip. Echt niet, ik geloof, dat is gewoon niet mogelijk. Ik geloof ook echt niet dat hij ooit vegetarisch kan worden. Maar hij haalt nu wel dus kip bij de slager vandaan. En uh, toen ik dus nog met hem meeat met kip. En dan zei ik ook steeds vaker tegen hem. Ik zeg, oh, het smaakt me gewoon echt niet meer. Dan was ik dat aan het bakken en dan denk ik, oh, dat ruikt lekker. En dan was ik het aan het eten en het proef, het ervan, het, Oh, het was gewoon, ik weet niet wat het was. En het was heel raar, terwijl ik heb het dus gewoon altijd gegeten. Dat is dus dat je zo... Um, in frequentie verhoogt... dat dat ook allemaal wordt verhoogd. Dus je wordt helder proefend. Je wordt helder ruikend. Um, helder proefend. Ook uh, deze ken je misschien wel. Dat is wanneer je uh, zo gaat ontgiften. Of misschien heb je massage ondergaan... of een healingbehandeling. Ik weet dat Sof dat had bij de eerste keer dat ze bij mij kwam. En dat was een ijzersmaak in haar mond. En een ijzersmaak in je mond... is altijd het ontgiften. Je bent aan het ontgiften. Dus wanneer je dat hebt... Ga ook uh, doe onderzoek. Hoe kan ik mijn ontgiftingssysteem beter ondersteunen? Ik heb, van spreken oilpoeling, uh, een tijd lang doe ik dat dan weer. Ik heb een tijd lang heb ik het weer niet gedaan, maar nu doe ik het weer een hele lange tijd weer wel. Iedere dag, iedere ochtend of in ieder geval door de week een uh, theelepeltje um, kokosolie gehard is die dan nog wel en dan smelt die vanzelf in mijn mond. Maar dan doe ik daar mijn mond mee spoelen. Dus oilpoeling is een uh, oud ayurvedas, ayurvedisch. Um, uh, ja, Ontgiftingsmethode. Zo, als het goed is, is dat het. En uh, die doe ik echt al heel lang. Ik uh, heb het echt al over acht jaar misschien. Ik geloof dat ik acht jaar geleden ben begonnen. Ja, ik geloof het wel. En voor mij uh, heeft het enorm veel geholpen en doet dat het nog steeds. Dus uh, ja, dat is zo een beetje in een nutshell. In een notendop, is. Uh, ja, dit eigenlijk. Ik zie dat ik nu echt al drie kwartier aan het lullen ben. Uh, dus ik ga hem afronden. Want anders dan... Uh, ja. ja, wordt het ook een beetje te lang, denk ik. En ik ken mezelf. Want dan ga ik op een gegeven moment gewoon een beetje in... Uh, ja, doelloos heen en weer praten. En uh, <laughs> ik wilde dit gewoon in ieder geval met je delen. Om je te inspireren. Om... Veel meer contact te maken met jezelf. Niet te denken dat jij het niet hebt. Je staat constant open. En niet te denken van oh, ik moet me nu afsluiten. Weet je, afsluiten is gewoon niet het juiste. Uh, net zoals let op je woorden. Let op wat je, wat je zegt. Want het afsluiten, je wil je niet afsluiten. Want het is niet de bedoeling dat je je afsluit. Ga alleen bewuster om met je energie. Bescherm jezelf. Ik heb een be beschermingsmeditatie. Uh, misschien heb je die al een keer gedownload. Um, ik heb. Uh, je hebt veel van die beschermingsmeditaties ook op YouTube. Zet jezelf in wit licht. Uh, bewust even momenten op de dag nemen om. Uh, even de ademhaling weer te controleren van jezelf. Waar zit mijn ademhaling? Hoe voel ik me? Dat is ook allemaal jezelf beschermen, want het gaat allemaal met welke energiestroming maak contact. En zet de intentie uit dat je contact wil hebben met je eigen energiestroming vanuit je hogere zelf. Want wanneer alles via je hogere zelf gaat, dat maakt het ook wat makkelijker en rustiger voor jezelf. Want soms zijn er gewoon heel veel energieën waar wij mee te dealen hebben. Net zoals dat we weer naar de herfstenergie gaan. Dat is ook dat we heel veel. zitten echt in een periode van heel veel inzichten hebben ontvangen. En we ontvangen niet altijd gelijk die aha-momentjes of die dingen. Maar dat zijn van die kleine dingen. En toch moet dat allemaal in ons, vanuit ons energieveld ook weer helemaal in ons aardse lichaam weer komen. En dat vergt gewoon tijd. Dat vergt even wat. Uh, misschien kan dat wat verwarring in je energieveld geven. Heel veel mensen die nu die healing gisteravond hebben ontvangen. Sommigen kunnen ook echt onrustig uh, worden, voelen. En misschien heb je dat ook wel vaker. Zeker ook wanneer je dus misschien een tijd lang weer hebt gemediteerd. Dat je eigenlijk stopt omdat je, je voelt je gewoon niet fijn. Maar vraag jezelf af, waarom voel je je niet fijn? Want wat gebeurt er in je energieveld? Wanneer we lagere energieën, frequenties, moeten gaan uh, ja, niet moeten, maar wanneer die weggaan omdat jij veel hoger gaat trillen, dan merk je dat in je energieveld, dan laat je dat los en dan voelt dat soms wat ongemakkelijk, maar dan is dat wat er aan de hand is. En niet dat je iets fout doet, niet dat iets niet bij je past, enzovoort, enzovoort. Dus maak meer contact met jezelf. Dat is echt één wat ik je mee kan geven. En ga alsjeblieft op zoek naar bepaalde healingen die jij kunt ondergaan, die bij jou passen. En zet alsjeblieft door. Net zoals wat ik vertel met meditatie. Um, sommigen denken dat het niet bij hun past. Maar vanuit welke reden is dat? Vraag het aan jezelf. En wees eerlijk met jezelf. En um, ja, als ik jou een behandeling mag geven, als je mijn traject wil volgen, dan zou ik dat natuurlijk enorm leuk vinden. Ik heb uh, voor in oktober, ga ik uh, geloof ik wel steeds meer in Schoonhoofd zitten. Dus mocht je dat uh, interessant lijken, laat me gewoon even wat weten. Stuur me een mailtje, stuur me een appje. De contactgegevens staan op mijn website. Je kan me ook via die, uh, die weg een mailtje sturen. Maar zorg dat je daarvoor openstaat. Zet de intentie uit van ik wil openstaan om mijn uh, frequentie te verhogen... en om veel beter in contact te staan met, je, met mezelf... Ik kan jou daarin echt die boost geven. En dat vond ik ook zo heel lief van Maaike. Dat, dat ze ook gisteren vertelde. Ze heeft bij mijn traject gevolgd. En dat dat gewoon echt haar een boost heeft gegeven, uh, ook online. Dus het online traject, weet je, geen online traject, maar ze heeft gewoon bij mijn traject gevolgd. En daarna zijn we ook online hebben we nog contact gehad. Dat dat haar ook gewoon heeft geholpen om een stuk meer in vertrouwen te komen met zichzelf. En het beetje beter te kunnen gaan begrijpen. Want soms lopen we inderdaad even vast. En that's oké. Okay. Ik loop soms ook vast. En dan is het zo fijn om weer even iemand te hebben waarmee je contact kunt hebben. Die jou of een healing kunt geven, of een reading. Um, om te zeggen van, hé, hey, maar nee, dit is er aan de hand. Dus even weer de juiste richting op te brengen. Dat is zo fijn. We zijn er met z'n allen op deze wereld om elkaar te helpen. En niet om dingen alleen uit te vogelen. Soms he hebben we een periode nodig dat we alleen moeten zijn met onze gedachten. Dat we veel meer aan onszelf moeten gaan uh, vragen. En soms is de bedoeling dat we veel meer uh, op zoek mogen gaan naar uh, ja, een leermeester, een... Uh, Iemand die jou even een, een duwtje in de juiste richting kan geven. En, um, ja, zoek dat, zet die intentie uit. En wie er ook op je pad mag komen, laat dat gewoon ontstaan. Want misschien is dat in het begin wel een boek. Kan ook. Uh, of uh, iets op internet, een column. Of, uh, ja, je weet niet wat of wie er op je pad kan komen. Laat dat open. Ik wil je heel erg bedanken voor jouw aandacht. Voor deze episode weer. Ik vind het altijd leuk om likes te ontvangen, natuurlijk, reacties te ontvangen, hoe je deze episode weer hebt ervaren, misschien wat je eruit hebt gehaald. Dat uh, ja, doet mij natuurlijk ook altijd goed. Ik wens je voor nu een hele fijne dag toe. Hele fijne start van de herfst. En ga clean een, ja, het laatste kwartaal in. En sta weer open voor je manifestaties. Sta ook voor je oogst. Oké, okay. ik wil jou uh, nogmaals bedanken. Hele fijne dag toegewenst en tot de volgende keer. Namaste.